In de voorronde ontliep het elkaar niet zo heel erg veel qua tijd in race 1. Van de boten die nu hier in de finale staan. Ja, en dat is een finish. Net de eerste tijd. Ontwikkelt wellicht niet de hoogste snelheid van de vloot deze boot. Maar als je dat goed kan maken door in een rechte streep naar de finish te varen, dan maak je een heleboel goed. In dit geval blijkt dat toch uitdagend. Verlies daar kostbare seconden door de overstag die niet heel snel verloopt. En komt daar toch gestaag op de finish afzetten, dus dat zou zomaar toch nog kunnen gaan lukken. Ja, gefinished.